burger gaat 25% belasting betalen, dus veel minder dan nu. De overheid gaat zich veel minder bezighouden met die burger. Een cafébaas kan zelf weer beslissen of hij wel of niet roken toestaat in zijn zaak. Veiligheid op straat wordt weer gewaarborgd. Die Marokkaanse rotjongens die gaan of zitten ze achter de deur in de cel, of ze zijn het land uitgezet. Als je kijkt naar de zorg, we gaan voor dezelfde prijs als nu echt goede zorg leveren. Iedereen die kan werken, die werkt ook. En als je in Nederland wil wonen, dan pas je je aan. En anders is het aanpassen of opkrassen. Het is bijna zover. Op 9 juni zijn de Tweede Kamerverkiezingen. En er wordt nog volop gestreden om de kiezers. Nieuw bij deze verkiezingen is de partij van Rita Verdonk. Trots op Nederland. Rita Verdonk is nog optimistisch, maar ze staat in de peilingen echter nog op 0 zetels. Als je kijkt naar de realiteit, dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daar hebben we in 39 gemeenten 62 zetels gehaald. Toen dacht ook iedereen van dat wordt helemaal niks meer met Trots op Nederland. Toch die zetels gehaald, dat is ongeveer 6-7% van de kiezers in die gemeente. Als je dat omzet naar de Tweede Kamer, dan kom je uit op zo'n 10 zetels. Nou, het is op zich vrij stil rond Trots. U bent niet bij de grote verkiezingsdebatten aanwezig en u staat ook nog laag in de peilingen. Wat probeert u toch te doen om in de kijker te blijven? Ja, het lijkt langzamerhand natuurlijk wel een mediadictatuur in Nederland. Hè, want alleen de grote 8 partijen komen aan bod en alle anderen niet. Nou, dat kan natuurlijk niet. De burger maakt uit hoe welke partijen uiteindelijk in de Kamer komen en niet de media. Dat is een soort voorselectie door de media. Dus wat ik doe is heel veel het land in, heel veel met mensen praten. Ja, want dat zijn tenslotte de stemmers. Een droomkabinet volgens Rita Verdonk is? Een kabinet wat de problemen echt gaat oplossen. En mijn visie is dat in ieder geval niet een kabinet waar de PvdA zitting in neemt. Want dan wordt het weer pappen en nat houden. Dan wordt er weer geen enkel probleem opgelost. De VVD is tijdens deze campagnestrijd bezig met een harde rechtse strijd. Heeft u wel spijt dat u de VVD heeft verlaten? Ik ben eruit geschopt. Ik had meer stemmen dan Mark Rutte, 620.555. Toch was dat geen reden voor de partij, voor de VVD, om wat te doen met die hele achterban van mij. Integendeel, ze hebben me eruit geschopt. Ja, zo gaat dat in het leven. En Trots op Nederland is veel democratischer, kan ik je vertellen. De VVD is natuurlijk een partij van elite. Hè? Mensen die elkaar de baantjes toespelen, steeds nieuwe commissies benoemen, daar weer een voorzitter op zetten die weer uit de partij komt. Nou, dat blijft dezelfde kliek. Nou, allemaal plusplakkers. Trots op Nederland wil er zijn voor en door de burgers. En dat is de belangrijkste filosofie. Ik ben in mei 2003 minister geworden en 1 keer van burger. Ik heb 4 jaar rondgekeken en gedacht van, wat gebeurt hier allemaal in die achterkamertjes? Zo hoort eerlijke politiek niet te zijn. Het wordt tijd dat mensen weer trots kunnen worden op Nederland.